Hoi, ga jij ook naar Erasmus MC Sophia? Ik vertel je wat je zelf kan doen voor een veilig verblijf in het ziekenhuis. En let op, want ik stel vragen om te checken of je alles goed hebt begrepen. Oké, daar gaan we. Het is belangrijk dat je begrijpt wat je behandeling inhoudt. Zorg ook dat jij en je ouders weten wie er voor je zorgt. De quizvraag. We beginnen met de makkelijke. Wie zijn er bij het bespreken van het behandelplan aanwezig? En ja hoor, B is het juiste antwoord. We gaan door. Neem de medicijnen mee die je al gebruikt. Neem ook de lijst van de apotheek mee. Het kan zijn dat je in het ziekenhuis andere medicijnen krijgt. Of dat je medicijnen er anders uitzien. Vraag gerust aan de dokter of de verpleegkundige waarom dit zo is. Daar is hij weer, de quizvraag. Wat moet je vooral niet vergeten? Weet jij het antwoord? Het enige goede antwoord is... antwoord C. In het ziekenhuis draag je een bandje om je pols. Hier staan je naam en geboortedatum op, verpakt in een barcode. Is je bandje beschadigd of verwijderd voor een onderzoek of operatie? Vraag dan om een nieuw bandje. Je polsbandje wordt regelmatig gescand. En alsnog wordt vaak gevraagd naar je naam en geboortedatum. Dat is gewoon voor de zekerheid. Oké, de quizvraag. Wat staat er op het polsbandje? Antwoord A is het juiste antwoord. Heb je een allergie? Vertel dit bij aankomst dan zo snel mogelijk aan de verpleegkundige of arts. Zij nemen het op in je dossier, zodat iedereen er rekening mee kan houden. Doe hoor, anders kan het vervelende gevolgen hebben. Quizvraag nummer 4. Dat betekent 4. Wanneer vertel je dat je allergisch bent? Hoe zat het ook alweer? B is het juiste antwoord. Goed gedaan. Op naar de volgende. Even opletten, want ook dit is belangrijk. Voor je het weet heb je een infectie te pakken. Was daarom je handen. In elk geval na elk toiletbezoek en voordat je gaat eten. Vraag aan iedereen of ze hun handen gewassen hebben. Quizvraag 5. Goed nadenken. Je moet het niet verkeerd omdoen. Wanneer was je je handen? De tijd is op. Antwoord C is het juiste antwoord. Goed gedaan. Tijdens je verblijf krijg je regelmatig de vraag of je pijn hebt. Op deze pijnmeter kun je aangeven hoeveel pijn je hebt. Heb je veel pijn? Dan proberen ze daar wat aan te doen. Nee joh, niet zo. Dat is iets te mooi om waar te zijn. Maar bijvoorbeeld wel zo. Quizvraag 6. De op 1 na laatste alweer. Als ik veel pijn heb, dan... Yep, antwoord B is het enige juiste antwoord. Op naar de laatste stap. Yes, je mag het ziekenhuis verlaten. Haha, maar niet zo snel. Want voordat je echt gedag zegt, heb je een gesprek. Zijn er tips voor thuis? Wie kan je bellen als je nog vragen hebt? Heb je zelf nog andere vragen? Stel ze gerust hoor. Tijdens het gesprek krijg je mee een overzicht van je medicijnen, een brief voor je huisarts en eventueel een brief met daarin je polieafspraak. Brieven worden vaak digitaal verstuurd. Quizvraag 7. De laatste alweer. Tijdens het gesprek krijg je mee... Oké, denk goed na, want het zit hem in de details. Zo, antwoord C is het juiste antwoord. Dat was het. We wensen je nog een prettig verblijf. Heb je vragen over deze onderwerpen of iets anders? Of heb je tips? Stel ze gerust. Of kijk op de website www.erasmusmc.nl/voorjou.